En we zijn ook ontzettend blij dat nu is gekomen Vera Bergkamp, Kamerlid voor D66. Vera, welkom. Ja. Normaal oordeelt de pers altijd over jullie. En nu, mag ik je zeggen? Jazeker. Nu mag jij over de pers oordelen. Hoe is dat? Heel relaxed. Het is echt een avondje uit. Okay. Heb je zelf wel eens iets gespind? Ja, ik spin wel eens. Ja. Wat was je laatste succesvolle spin? Vanochtend zat ik in het BNR-kamerpanel. En dan heb je een mening over iets, maar je kan het nog niet zeggen. En dan geef je als antwoord dat er zorgvuldig nog naar gekeken moet worden. Eerst een kamerbrief, dan het debat van dinsdag. Het ging over Plasterk, inderdaad. Okay. Ja. Goed. Heb jij in al die drukte iets meegekregen vandaag van de opening van de Spelen? Ja, ik vond het een beetje lijken op het Songfestival. Het was een beetje truttig en een beetje saai, eerlijk gezegd. Maar ik heb het wel tussendoor even heel kort gezien. Ja. Goed, je bent ook oud-voorzitter van COC Nederland. En natuurlijk is al die week het onderwerp van gesprek geweest. Worden de homorechten daar in Sochi wel aan de orde gesteld? En nou werkelijk waar, het is gebeurd. Rutte heeft het erover gehad. Zullen we even kijken? Prima. Dat we zowel de economische betrekkingen, de geopolitieke vraagstukken, als inderdaad ook zorgen die er over en weer zijn. Over mensenrechten, positie van homo's, gay community, dat we die kunnen bespreken. President Poetin wilde dit gesprek wel aangaan, maar liet wel weten dat er tijdens deze winterspelen maar één onderwerp centraal kan staan. Sport is sport, Olympiade is Olympiade. Давайте на ней сейчас сосредоточимся. Вот чем меньше будет агрессии вокруг этих вопросов с обеих сторон, тем кажется лучше. Ja, over en weer is het besproken. Wat vindt u ervan? Als ik denk, is dit het? Dan is het natuurlijk wel teleurstellend. Maar ik vind het wel opvallend dat in het nieuws vandaag werd er gezegd dat er 3 kwartier was gesproken tussen Rutte en Poetin. En dat 1/2 uur was besteed aan mensenrechten. En als ik dit zo zie, dan denk ik dat zijn 30 hele stille minuten geweest. Maar ik kan u nu al voorspellen wat Rutte gaat zeggen bij eventuele Kamervragen hierover. Nou, maar ja, maar daarna hadden we nog een gesprek achter gesloten deuren, toch? Ja, dat klopt. Ik zag ook een tweet. En in die tweet gaf de minister-president aan: na het gesprek met Poetin heb ik de mensenrechten besproken. En toen kwam er een grappige tweet op terug van: oh jee, had hij dat niet tijdens het gesprek moeten doen? Denk je, is het serieus een orde geweest of is het allemaal windowdressing? Ik denk wel dat het aan de orde is geweest, maar ik denk niet zo prominent als wat de Tweede Kamer zou willen, het COC zou willen. En je merkt gewoon bij dit is dat de hele regie op het vraagstuk gewoon ontbrak. Het was eerst de hele zware delegatie, wat onze partij betreft een te zware delegatie. En daarna is het verhaal een beetje gekomen van we gaan erover praten. En ook de quote van minister Schippers van ik hoop homo's tegen te komen in Rusland. Dat vond ik ook al wat apart. Ik denk, ga naar een gaybar of zo. Dus het was allemaal wel heel erg voorzichtig. Ja. En intussen zijn ze daar allemaal weer over tot de orde van de dag. Zullen wij overgaan tot de orde van de avond? Lijkt me en dan spreken we elkaar straks. Let goed op, want beslissende stem ligt bij jou. Dank je. Heel goed. Martijn.